Oh joh, soms zijn er echt van die dagen dat niks wil lukken. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van speelt Speelt Material Energy Cubed. Vandaag is aflevering 44 en vandaag gaan we er weer tegenaan. Vandaag wil ik eigenlijk de Genetics Quest afronden. Um, ik zal even laten zien waar we nu zitten. Uh, in de questlines. Uh, Oké, okay. kijk, deze is complete, complete, complete. Dit is bijna af. Ah, die hebben we nog wat te doen. Uh, genetics Lab kunnen we nog verder. Victory Monument en die hieronder die hebben we ook allemaal af. Uh, en ik wil beginnen met de aflevering, dus uh, Genetics Lab. Kijk, al mijn kleuren hier: kleuren, kleuren bijen. Die zijn hier uh, keihard aan de slag. Dus dat is super chill. Dus af en toe haal ik het hier gewoon al die spullen eruit. En dan gooi ik ze hierboven in deze kist. En er zit hier een centrifuge onder, en die kan het gewoon niet bijhouden. Die loopt gewoon een beetje achter. Uh, maar dat is niet erg. Even Laten we wat quests gaan inleveren. Ik geloof dat we. Kijk, deze konden we misschien inleveren. Ah, we hebben 200 oranje drops. Nice! Daar ben ik heel blij mee. Dat zou genoeg moeten zijn. Oké, green, blue, purple. Uh, even kijken wat we hiervan kunnen inleveren: orange, 200. Complete! Uh, kijk, de volgende is white. Daar ben ik al mee begonnen. Uh, cyan heb ik nog niet. Purple, die is complete. Green, complete. Kijk, dan moeten we nog blue doen. Oh, wacht, volgens mij heb ik dat net gepakt. Aha, en dan als laatste, brown. Heb ik brown drops? Even kijken. Nee, helemaal niet. Maar oh, dat komt dan nog, of niet? Gray hebben we net ingeleverd. Nee, oké, okay, oh, dat komt dan nog. <laughs> oké. Okay. Um, en wat was het volgende? ook? Oh ja, cyaan. Daarvan zouden we er wel veel moeten hebben. Maar dat komt ook. Nou, we hebben er 50. Oh, deze drops moet ik. Of deze uh, moet ik dan wel goed uh, gaan filteren. Als ik nou deze een beetje voorrang geef door de helft hierin te doen. En een deel hierin. Kijk, dan pakt hij al het cyaan hier er eerst uit. Dat gaat hierin. En dat gaat gelijk hierin. Nou, mooi. Dus dat, um, dat is de dingen aan het doen. Uh, die drops komen wel af, dus dat is fijn. Even kijken, dan hebben we nog hier de, al die machines die moeten bouwen. En ik heb een van die machines gebouwd. De, of de, eigenlijk twee. Het zijn alleen maar crafting. Uh, crafting recipes. Crafting taken eigenlijk. Ik hoef je het alleen maar te bouwen. En ik heb geen idee wat dit is. Maar dat ga ik gewoon completen. Creating new princesses. En daarvoor moeten we echt allemaal. Moeten we weer allemaal dingen maken. We kunnen even kijken of uh, hey, Hé, ik heb deze al. Is dit goed genoeg? Nee, je moet hem. Je moet hem maken. Oké. Okay. Uh, eens even zien. Kunnen we dit al bouwen? Nee. Hoe gaat het met ons? Ah, het gaat, we hebben niet zoveel brons. Hebben we genoeg koper? Ja, we hebben best wel veel koper. Maar niet superveel. Oké. Okay. En tin. Mm. Ja, dus dat gaat een beetje lastig. Uh, laat ik het spul hiervan wegleggen. Dat heb ik ook niet nodig. Dat heb ik ook niet nodig. Genetic template. Oké, okay, cool. Um, dus dat laat een beetje op zich wachten. Dus gaan we nu even niet meer verder met de bouw van deze machine. Het is ook niet zo heel erg side. Dus ik denk dat ik het een beetje tussendoor ga doen. Ook al zou ik misschien wel deze Genetic. Hmm, ik kan er misschien wel één van die quests doen. Even kijken, welke was het? De transposer? Ja, deze. Even kijken, voor die transposer moeten we nog twee van deze wielen maken. Oké. Okay. Dus deze, ja. En dan nog dit maken. Oké. Okay. En deze waarschijnlijk. En dan hebben we weer niet genoeg van die. Ah, dat is ook altijd wat, hè, met dit. Goed, deze dan. Ja, we moeten. Weet je, wat is als ik die. Uh, uh, inget in het systeem doen dan gaat hij ze gebruiken voor andere machines dus dat moeten we even voorkomen kijk we zijn nu best wel dichtbij uh, oh dit is nog een brons ingot. ja prima en dan moet ik nog eentje van deze hebben en dan zou dit het zijn 1 2 yes en quest complete kies er eentje uh, processors prima oh we krijgen nieuwe power modules dat is heel nice want um, die heb je nodig voor deze quest. Volgens mij voor die Replicator. Kijk, Replicator. Vraagteken. Ja, zie je, daar zit hij in, die power module. Nou ja, goed. Dat gaat nog eventjes wat tijd overheen. Dus dat laat ik een beetje verdienen. Kijk, ik heb ondertussen een weed farm opgezet. En ik weet niet hoeveel weed we nu hebben. Laten we eens even kijken. Oh, we hebben echt veel weed. Ik heb een beetje te farm ondertussen. Dus dat is goed. Uh, we moeten namelijk. Kijk, deze quest laten we even achter ons. Deze quest hebben we afgehandeld en dus dan uh, packaging weed. We moeten 10 created weeds maken. Even kijken, en om dat te doen gebruik ik deze carpenters. En die carpenters stop je hout in. Kijk, dit kan weg. En een emmer water en dan krijg je die crates eruit. En als ik dan die crate waarschijnlijk hier in zet. En dit hier. En dit hier. Kijk, dit moet waarschijnlijk zo 9 zijn. Nou ja, gaat hij al dat maken. Chill. Dit kan hier onderin, en dan heb ik waarschijnlijk nog, even kijken. Mm, carpenter, oh er moet nog wat water bij, oké, okay, ik zal even pakken. Bucket, neem gewoon, uh, pak hier wat water uit die tank, Jill. Gooi dit hier in, uh, hier Vul, hem, de, vul ik hem even handmatig, zo gebeurt. En we hebben er maar 10 nodig, dus dit gaat ook waarschijnlijk heel snel afkomen. Kijk, het is eigenlijk wel een beetje een eenvoudige quest, maar... Ik speel niet zoveel met forestry, dus dat is ook wel een keer goed om gezien te hebben. Kijk, 10. Oh, het moet met QDS. Oké, okay, dat kan ik. Q, quest, quest delivery system. En dan hebben we nog een hoppertje nodig. Zo, die hier. En uh, dan even de quest selecteren. Select task. Klik hierop. Dit ding. Dit erin. En dan gaat dit weg, als het goed is. Oké, okay, goed. Ik kan dit gelijk opruimen. En claim reward. Oké, okay, we krijgen een beetje geld voor. Niet super interessant, we hebben geld genoeg. Hoeps. Ik leg hem een uh, draadloze ME-kastje weg. Dat is niet de bedoeling. En dan krijgen we een nieuwe quest. Uh, Created Dripping Combs 10. Heb ik dripping combs? Ja, ik heb er wat. Maar niet superveel. Zitten er hier nog wat in? Nee, want volgens mij krijgen die dripping combs ook uit uh, die Royal of de Imperi Imperials of de. Hier. Dit zijn ze. Ja, Imperials. In dat geval kunnen we waarschijnlijk die quest ook wel gelijk doen. Kijk, waar zitten die? Oh. Hier zitten er nog een paar. Dit ook maar pakken. Waarschijnlijk heb Yes, super veel Dripping Gooms. Awesome. Is het deze? Nee, het is. Dit. Dankjewel. En we hebben nog wat. Oh, we hebben niet genoeg crates. Oh, dat is stom. Nou ja, goed. Dat is niet super erg. Dit aanzetten. We hebben die hier. Oh, we hebben die maar vier voor nodig. Ah, oh, chill. Ik doe dan maar een beetje rustig gaan met dit. Uh. Zo. Zo. Nice. En dit is waarschijnlijk wel weer een qds Oh, 10. Oeps. Ik heb me vergist. Uh, laten we in dat geval dit hier in doen. Ik kan die een beetje zijn ding doen? En laat ik deze weer uitpakken. Die heb ik niet echt nodig. En dat weed kan ik misschien nog wel gebruiken. Dus dat leg ik gewoon weer terug in mijn ME-systeem. Dit komt terug, dit kan terug. Um, waarschijnlijk heb ik nog wel wat water nodig. Laten we nog even doorgaan met het uh, verpakken van die, van die dripping combs. Dan hebben we dat ook weer gehad. Oké, hier hebben we nog een uh, carpenter. En die kunnen we wel even gebruiken om nog wat nieuwe crates te bouwen. 1, 2, 3, 4. Oké, okay, doe je ding. En die kunnen we dan gebruiken gelijk in die andere. Zo. Oh nee, hier. Zo, dit kan eruit. Nice. Dit gaat super goed met die quest. Ik vind wel dat we nu ongeveer op het punt zijn dat we echt, uh, ja, echt naar het einde toe kunnen bikkelen. Select task. Zelfs vaaltje. En um, ja. wij hebben we wel een poosje moeilijk gedaan. Maar chill dat het is uh, chill dat het nu zo goed gaat. Oké, okay, dan hebben we nog één quest hier. Dat we dit opruimen. Want volgens mij hebben we die niet meer nodig. Weet ik echt niet. Hm. Brewing antidote, Antidotes. Ja, nou is dat eigenlijk antidotes, maar oké, okay, tegengif is wat we gaan maken. En daarvoor hebben we dus, uh, Curative Meat nodig. En daarvoor moeten we eerst Short Meat maken. En ik weet niet wat Short Meat precies is, maar volgens mij is het... Uh, meat is een soort van bier of gewoon bier. En daarvoor hebben we die Honeycans nodig en wat Honeydew. En iets van um, ja, mest of compost of iets dergelijks, dat heb ik al gemaakt. En die Honeycans ook. Het is gewoon een kwestie van wat cans gooien in een squeezer met wat honey drops. Oh, daar gaat-ie. <laughs> Chill. En um, die kun je dan kijken, in de fermenter doen. Doe je hier de honey cans, geloof ik. Oké. Okay. Gooi die. deze maar ook hierin. Ik weet niet anders wat ik anders mee moet. En dan moest, even kijken, als ik het goed heb gezien net in de recipe. Hier de honeydew. Ja, en dan hier de compost. Oh, wow, hij is bezig. Oh, kijk. En dan krijgen we hier krijgen we de short meat. Ja. Prima. En dan heb ik nog wat bottles nodig, waarschijnlijk. Heb ik die hier? Oh, ik heb er vier. Volgens mij moeten we er ook drie of vier maken. Dus dat is eigenlijk wel prima. Uh, welke was het? Deze. Gooi dit hierin. Tam, tam, tam. Krijgen we er nog één? Ja. Oké. Okay. En dan zou ik dit, als het goed is. Kijken, kunnen combineren met crystalline polen. En dat hebben we gekregen uit, kijk kijken, recipe uit een van de bijen waarschijnlijk. Um, ja, uit de Frozen Coombs en die krijg je van de Wintry Queen. Dus dat handig dat we dat al hadden. Kijk, dit kunnen we dan hier doen waarschijnlijk en dan moet dit hier We Curative. En dan, oh ja, Jill Curative Meat. Oké, okay, nice. Dit dan ook maar even hier doen. Oh, je moet ze. Ja, ja. oké. Okay. O, oh, moet je dan daarop klikken. Of moet je eerst deze erin doen en dan zo doen? Nee, dan erop klikken. Oké, okay, prima. Uh, kan ik het inleveren? 3, manual submit. Mm. Mm. Hallo? Waarom? Manual submit. Ik heb het... Ik heb sowieso curative meat. Uh, waarom doet hij dat niet? Dat is toch weird? Ik snap er niks van. En als ik het nou inlever met QDS, dan gaat hij het waarschijnlijk ook niet goed rekenen, maar ik kan het proberen. Het is niet superveel werk om dit te maken. Oké, okay, gooi dit hierin. Nee. Hè? Maar. Mm. God, wat fluis, zeg. Hier staat het uh, in Polen, or in, with the help of an infuser, I can make antidote. Ja, dat is wat ik gedaan heb. Dus waarom doet hij het niet? Man, kijk, wat kan ik hier allemaal meemaken met curative meat niks, recipe ook niks. Hmm, ja, dat weet ik eigenlijk ook even niet meer. Dat is flauw. Hmm, nou, dan moet ik nog maar even gaan opzoeken waarom die dat niet doet. Want ik heb, volgens mij, heb ik het gewoon goed gedaan. Ik, bedoel, ik heb het gewoon gemaakt. Dus snap ik het ook niet helemaal meer. Kan ik het drinken? Krijg ik een effect? Nee, ik krijg geen effect van. Hé, hey, en het flesje is weg. Oké. Okay. Nou, goed. Um, weet je, hier kijken we al een keer naar. Prima. Laat ik dit allemaal even wegleggen. En laat ik mijn arm er aan gaan trekken. Is dat tijd daarvoor? Ik denk het wel. Uh, ik zal nog even laten zien wat ik ondertussen heb gedaan. En het is een beetje een technisch verhaal. Oh, nog heel even kijken of ik dit kan doen. Oh ja, wow, moet je kijken of ik een heb. Chill. klik. En nu kunnen we lichtgrijs en grijs doen. Kijken, ik gray. Oh, dat heb ik eigenlijk allemaal al. Lichtgrijs. Lichtgrijs. Ook af. Lichtblauw. Weet ik niet, heb ik dat? Blauw. En daar heb ik 200 van nodig. Oké, okay, dus dat duurt nog eventjes. En zou ik ondertussen al brown hebben gekregen? Oh ja, er zijn er nu acht. Oké, okay, dus die zijn waarschijnlijk nu ook aan het centrifugeren. Nice. Dat betekent dat we de volgende aflevering waarschijnlijk het wel af hebben. Um, Oké, okay, dus dat is voor uh, genetics. Oh, we zijn al een kwartier bezig joh. <laughs> de tijd vliegt. Uh, dan hebben we nog wel iets wat we hier kunnen doen waarschijnlijk. Even kijken, killing the dragon. Uh. Als ik dat zo hoor, dan denk ik dat we dat toch nog eventjes een hele aflevering voor moeten gaan uittrekken. Dus dat we het niet nu gaan doen. Dan zie ik hier, even kijken, Victory Monument. Nou ja, daar heb ik ook nog een beetje aan zitten werken. Ik heb namelijk de quadruple, dus viervoudig uh, samengedrukt dirt heb ik uh, gemaakt. En nu ben ik nog bezig om die laatste cobblestone te fixen. En daarmee zijn we... Ja, ik denk op een paar procent. Dus dat schiet niet echt op. Dat klinkt alsof ik de server een poosje moet laten draaien dat ik gewoon AFK ben. Yeah. En de pearls voor dagen. <laughs> um, dus dat is goed. Weet je wat? Laten we heel even kijken in de Deep Dark. Hoe het daar gaat. Gewoon even een status update. Het gaat zo makkelijk, joh. Hop. Als ik dit wist, dat de Deep Dark-portal zo. Guests. De Deep Dark Portal zo makkelijk was dat er geen uh, engeheid uit kwam. This quarry is finished. Hmm. Die moet ik dan even aanzetten, denk ik. One block scanned. Blablabla. Stonding. Oké, okay, in dat geval. Dit even kapot maken. Dit moet dan hier. Oh, gelukkig heb ik meer. Um, Analyzing. Oké, okay, nu is die bezig. Ik heb alleen geen hoppers bij me, of wel? Hmm. Dat is wel een beetje jammer. Oké, okay, dat moet ik dan straks nog fixen. En dan moet ik die andere ook aanzetten. Maar dat zou in principe niet zo heel erg moeilijk moeten zijn. Want volgens mij is dit gewoon een kwestie van. Dankjewel. Kijk, deze boundary moet weg. Dit. Zo, en dat moet dan hier aan vastkomen te zitten. Oh, dat kan ik wel doen. Dat is zo weinig werk. Dat is nice. Oh, de boundary is ook kapot, of niet? Oh, oh volgens mij... Oké. Okay. Ik zie nu dat ik hier nog een... Uh, heb ik door bij Ja. Een deel van de... Van de fence niet... Van de, ja, van de boundary van de fence heb ik hier nog niet gebouwd. Dus dat moet ik nog eventjes doen. Oké, okay, dat ga ik niet nu doen. Dat is een beetje saai. Um, dan wil ik nog iets laten zien met minecam. Ik, ik heb namelijk heel lang een tekort gehad aan koper. Eerst hadden we een tekort aan goud. En nu door... Um, met name door... Oh ja, ik moet het even andersom moeten doen. Um, met name door al die Forestry-apparaten. hebben we echt een tekort aan koper gekregen. En dat heb ik opgelost. En daar heb ik eigenlijk best wel een chille manier voor uh, gevonden. En het antwoord is natuurlijk Minecam. yeah! ben ik uh, heel erg fan van. Uh, en ik zal je laten zien hoe ik dat doe. Kijken. Uh, misschien is het een beetje verwarrend om alle machines te laten zien. Maar even kijken. wat ik kan laten zien is. als je uh, brons hebt. Op dit brons, dan kun je dit brons gebruiken om uit elkaar te halen, en dat staat hier. Ja, en wat raar is, is dat je uit een ingot krijg je, uh, je krijgt 32 buisjes. Terwijl normaal kost een ingot 16 buisjes, dus dat betekent dat je sowieso al 16 buisjes eigenlijk wint hier. Dus wat ik doe, is ik gebruik dit om uh, stel ik twee brons, heb hè, dan: krijg ik 16 tin, en dan krijg je 48 koper, maar om twee. Brons te maken heb ik maar één koper nodig. Terwijl ook als ik hier 48 van krijg, ja, daar heb ik maar 16 van nodig. Dus dan maak ik gelijk twee copper ingot ingetwinst. Nou, en dat heb ik eventjes allemaal machines voor opgezet. Uh, dus hier is een furnace en die is uh, nu even niks aan het doen, maar die is aan het smelten. En dit is de cyclic assembler die maakt. Uh, Waar ben je er niks aan? Oh, dat staat hier niet in. Die maakt eigenlijk uit twee tin en twee koper, maakt die twee brons. En wat ik hier heb gedaan, dit is wel een nice uitvinding die echt wel handig is. Uh, dit is een hoe noem je dat? Een uh, en switch. Dus als zeg maar, als deze emitter aanstaat en deze emitter aanstaat, dan gaat deze emitter aan. Dus eigenlijk is het: controleert of allebei die dingen aan zijn. En dat is heel handig voor, voor uh, Applied Energistics. Omdat machines lopen vaak vast. Als je één ding niet hebt, dan lopen ze vaak vast. En dit ding doet eigenlijk uh, kijken of het er koper is. Kijken of er genoeg ding is. En dan pas gaat hij uh, brons maken. En op die manier lopen die machines nooit vast. Dus dat is echt wel een tip die ik je kan, uh, kan geven. Als je koper wil maken, of als je überhaupt uh, Applied Energistics doet. Doe het zo. So. Het is best wel makkelijk om te doen. Kijk, wat je doet, is je neemt eigenlijk een, uh, wat factory blocks. Je zet twee torches op. En je zet hier een torch aan de voorkant. Ja, dat is hem. En dan doe je een redstone hier tussen. Zo. En dan aan de achterkant zet je inputs. Dus als ik nou bijvoorbeeld eventjes levers gebruik. 1, 2... Um. Wacht, weet je, ik kan het nog iets duidelijker maken. Ik maak even lampen. Eén, twee, van die. En nog wat redstone. Klopt dat wat ik zeg? Ik wil eigenlijk als ik zo doe dat het erin gaat. Oh, dan moet ik nog iets meer redstone hebben. Mm. Mm. Oh, wacht, ik weet wat ik het doe. Zo, dan kun je het goed zien. Oké, okay, dus, oeps, opnieuw. Die komt. <laughs> oh, Soms zijn er echt van die dagen dat niks wil lukken. Oké, okay, nu gaat het wel goed. Die komt hier, die komt daar. Zo, en nou zie je dat. Om het even af te maken, zal ik nog een lamp voor je neerzetten. Dan kun je het goed zien dat deze lamp uh, uitstaat. En als ik nu deze aandoe, blijft de lamp uit. Maar als ik deze aandoe, dan gaat die lamp aan. Dus alleen als ze allebei aanstaan. Waarom ging die nou uit? Oh, hier heb ik een klok gemaakt. Hè, is dit soms. Kan dit nog steeds überhaupt deze. Even mijn efficiency pickaxe. Het lijkt net alsof de. De manier waarop Minecraft uh, werkt veranderd is. Oké, maar misschien moet ik die lamp niet zo dicht bij die andere zetten. Kijk, als ze allebei aanstaan, dan is die lamp aan. Als ik er eentje uitzet, dan gaat die uit. Als ik deze uitzet, maakt niet aan. Zeg, dus als er eentje aanstaat, is die uit. Als ze allebei uit, uitstaan, is die uit. Nou, en dit is echt super chill, dus om uh, die machines aan te zetten. Want dit is eigenlijk de ene helft van de machine. Dus dit is. Uh, die kijkt of er genoeg tin en koper is. Als dat het geval is, dan gaat hij naar die export. En let op, want die export die triggert hier op redstone. En die heb ik op craft gezet. Dus als hij iets gaat maken, dan gaat hij het craften. En hij in principe kan deze bus niet craften. Maar um, deze interface die kan wel brons craften. Dus dan gaat, doordat daar een redstone signaal is, gaat deze machine aan. En die gaat hier in die cyclic assembler gaat die brons maken En op die manier is, het, uh, omdat hij hier controleert of hij wel genoeg heeft om het te maken, is het nooit zo dat hij vastloopt. En uh, ja, dit is echt wel een heel chill manier om veel koper te krijgen. Je ziet ook dat we, als we nu naar koper gaan, ja, 500 koper, dus dat is echt enorm veel. Dus ben ik echt heel blij mee. Anyway, ik denk dat ik maar eens eventjes wat ground apples ga bouwen, want um, ja, die bijen die hebben nog een beetje werk nodig. Maar na gaan we gaan we toch echt wel naar de end. Als je nou een leuke aflevering vond, laat alsjeblieft een like achter. Als je nog comments hebt, laat ze alsjeblieft weten. Ik, ik wil heel graag van jou horen wat je er nou van vindt. En dan hoop je gewoon allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!